bisschop en een plan. Een bijbel, een gouden kruis en een ivoren kelk. Trek naar het oosten en kersten de Saksen, zegt de bisschop. Leduinus bestijgt zijn paard en dat brengt hem door dichte bossen aan de oever van wat nu de IJssel heet. Dit komt je vast bekend voor. Je hebt natuurlijk deel 1 van de geest van Leduinus al oneindig vaak tot je genomen. De Leduinuskelk, dat kreng is verdwenen. De hele... Oh, sorry, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Hij wordt op een geheime plek bewaard. Hij heeft geheime krachten. Maar ik kan toch wel zeggen dat hij geholpen wordt door Davo en Volkert. Ho, is het niet Davo? Ik zeg eigenlijk altijd Davo. Nou, maak er wat van. Wat ik weet is dat ze in elk deel van de strip stevig aanwezig zijn. Een ijzeren koppel. In deel 2, Noormannen en Bisschoppen, is de nederzetting Daventria inmiddels ontstaan. Helaas blijkt die niet veilig genoeg. Daventria wordt geplunderd door de Noormannen en de kostbare kelk verdwijnt uit zicht. Davo en Volkert moeten aan de bak. Een bloedstollende achtervolging wordt in gang gezet. Bloedstollende achtervolging? In die tijd? Met een paard? Hoe heet dat paard dan? Ferrari? Of Lotus? De achtervolging kwam ten einde op het moment dat... Sorry jongens, we kunnen nou eenmaal niet alles prijsgeven. Het is een bewogen eeuw. Er gebeurt veel in het land. Opstootje hier, opstootje daar. In Utrecht gaan de bisschop en de keizer elkaar te lijf. De burgers worden aan hun lot overgelaten. De stemgerechtigden komen bijeen en de meningen zijn verdeeld. Leve keizer Hendrik! Leve bisschop Godewald! Het gaat dus over geloof of over poen. Ook Davo en Volkert zijn getuigen, als begeleiders van vicaris Dirk. Vicaris Dirk is verantwoordelijk voor kapitel Daventria. Je kunt ook gewoon Deventer zeggen, of Demta. Het gaat niet over rozen in de stad. Er moet gevochten worden om de vijand buiten de deur te houden. Maar hoe zit dat met die kelk? Lees dat zelf maar. Koop nu Deventer wordt stad, deel 3 in de serie De Geest van Leduinus.